Hallo thuis, leuk dat je weer kijkt. We hebben natuurlijk al een aantal paasgerechten gemaakt voor op tafel. We hebben nog geen eieren versierd en dat hoort er toch een beetje bij. Wat hebben we er vandaag voor nodig? Eieren. En kook ze dan even van tevoren. Hè? Dat is wel belangrijk. We hebben ervoor nodig een computer, een tablet of een smartphone. En stiften. Wat ik wil gaan doen, dat zijn emoticon-eieren. En misschien ken je emoticons wel, of emojis. Of van de film, of misschien van WhatsApp, die je wel eens verstuurt met een smiley erbij. En die kun je dus ook op eieren schillen. En het is wel even handig om er plaatjes bij te zoeken. Want op Google staan er heel veel mooie plaatjes. Kijk mee. Kijk, bij afbeeldingen krijg je dus heel veel voorbeelden wat je allemaal al kunt maken aan leuke emoticons. Wat natuurlijk leuk is, is dat je gewoon je scherm kan aanlaten en dan gelijk je voorbeeld er goed bij hebt. Hè? Kijk, dat is één. Het is natuurlijk hartstikke leuk om samen te doen. Ja, soms kan het niet altijd. Dan zul je het alleen moeten doen. Maar dit heb je vast wel in huis. Stiften en een paar eieren. Wat je natuurlijk ook kunt doen, is een emoticon op je ei maken en dan iemand geven, bij zijn deur neerzetten, als verrassing. In plaats van eieren zoeken, kun je eieren vinden. Zo, deze is ook klaar. Hij zingt een paasliedje. Eieren schilderen. Gezellig aan tafel, je eigen emoticon. Vrolijk Pasen.